Ik ben Gertrude Diender, ik ben afdelingsmanager bij de gemeente Leiden en onder andere verantwoordelijk voor werk en inkomen. Bij werk en inkomen zijn we bezig met een verandertraject. Het doel van het verandertraject is betere samenwerking onderling, efficiënter werken en in een goede sfeer werken. En uiteindelijk is natuurlijk het doel het verbeteren van de dienstverlening aan de klanten van de gemeente Leiden. We hebben de samenwerking gezocht met Schatteiland. Schatteiland helpt ons om het traject uit te voeren en we zijn gestart samen met Schatteiland met een aantal sessies op het Schatteiland. Het gaat om ongeveer 120 mensen en in verschillende sessies zijn we daar, hebben we een goede start gemaakt. Er gingen wat mensen wat cynischer naartoe, een aantal, niet allemaal gelukkig, maar iedereen kwam positief terug. En dat vind ik prettig om te merken, want het moet juist een goede sfeer een verbetering van de sfeer worden en dan helpt zo'n goede start. We gaan ook verder met het traject. Een van de onderdelen die op het Schatteiland door de mensen heel erg positief werd gewaardeerd was de dierenmanieren. En daarin leren mensen de manier van communiceren te verbeteren, zodat ze zelf beter overkomen en zodat ze anderen ook goed begrijpen. En zodat daardoor ook samenwerking kan verbeteren. Volgend jaar gaan we ermee verder. Met juist dat onderdeel van de dierenmanieren. We hebben daar ook als management hechten we daar veel belang aan. Het Schatteiland helpt ons ook met ons te herinneren aan de doelen die we hebben en piketpaaltjes slaan in het traject wat we voor ogen hebben. Volgend jaar een vervolg op de workshop dierenmanieren en ik heb er al veel zin in en ik weet dat ook heel veel van de meeste van mijn medewerkers daar ook met veel plezier naar uitkijken.